Zuid-Amerika is een veelbelovende regio en moet zijn rol spelen in de wereldeconomie, zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in zijn toespraak tijdens de staatshoofdenvergadering van UNASUR in Brazilië. Santokhi ziet de vergadering van UNASUR als een belangrijk moment om dit doel te verwezenlijken. Het Surinaams staatshoofd staat erop dat de regionale integratie en coördinatie moeten worden bevorderd als noodzakelijke instrumenten die zullen bijdragen om de doelstellingen van de landen voor duurzame ontwikkeling te bereiken. Therefore, we should create, or in this case, reactivate and invigorate existing mechanisms, in particular those mechanisms that have a good track record as it relates to functional cooperation and coordination. My country, Suriname, believes that to start anew, we need to put aside ideological differences and focus on alliances based on our shared commitments, shared values to achieve sustainable development while fostering the resilience of our societies. So today, let us acknowledge South America as the place not only geographically, but with our own identity and shared destiny. President Santokhi kijkt uit naar een regio van vrede en samenwerking, waar hemisferische en Zuid-Zuid samenwerking belangrijk is om het allergrootste belang van duurzame ontwikkeling te bevorderen. UNASUR moet bijzondere aandacht schenken aan de uitdagingen van deze tijd, zoals de financiële wereldcrisis, gezondheidsproblemen en de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan, zegt Santokhi. Colleagues, UNASUR is an intergovernmental mechanism and cannot ignore these important changes in the world. It must, in its strategic visioning, take those on board and address them with concrete and measurable plans for a better future in South America. For this, colleagues, political will is not enough. It will require active leadership and commitment, ownership and dedication. It will require principled commitments to stand together with the other in problems. It will require the commitment to resolve issues through peaceful means, dialogue, diplomacy, and negotiations. President Santokhi wees erop dat hoewel UNASUR een consensusmechanisme was dat zich onder andere toelegde op integratie, lange termijn economische en sociale ontwikkeling, de lidlanden dit mechanisme hebben laten falen vanwege onvoldoende institutionele opbouw, ideologische verschuivingen en gebrek aan consensus. Hij riep de lidlanden op om daarom uit het verleden te leren. Het staatshoofd is vanmorgen teruggekeerd in Suriname.